U vraagt mij welke boeken moet ik lezen om me voor te bereiden op een reis naar Suriname. Ik geef u een paar tips. U kunt natuurlijk gewoon een reisgids nemen, bijvoorbeeld Suriname van de ANWB. Of Suriname van de Marco Polo. Of Suriname van de Dominicus. Allemaal boeken geschreven door vrouwen met een liefde voor Suriname. En voor een Surinamer misschien wel, dat weten we niet. Maar u kunt ook een boek van een paar Surinamers zelf kopen. Bijvoorbeeld Paramaribo. Stad van harmonische tegenstellingen van Cynthia McLeod en Hannah Draaibaar, ex-correspondent van de NOS. Dat zijn wandelingen door Paramaribo waarin allerlei wetenswaardigheidjes verteld worden. Maar een leukere wandeling is Paramaribo Brassa, een literaire wandeling door Paramaribo. Onder leiding van Co van Gemert, met een paar informatieve stukken ook nog erbij. Een aanrader. Maar een nog veel grotere aanrader is dit. Anil Ramdas, de vrolijkste stad in de jungle, Paramaribo. Geestdriftig, enthousiast, cynisch. Hij beschrijft de stad echt op een leuke wijze. En dat is raar, want Anil Sam Ramdas bleek een hele sombere man. Heeft ook in 2012 zelfmoord gepleegd. Een zelfmoord die trouwens al aangekondigd werd. In dit boek Badal, een roman die hij ook nog schreef. Het is maar beste kijkers dat u dat allemaal weet.